Trekpleister Plasmolen stimuleert toerisme met nieuw informatiepunt. Die kunnen hier de wandelaars met de auto naartoe komen, hier parkeren, dan de gebieden om te wandelen, de Sint Jansberg. Maar ook voor fietsers om hier even een tussenstop te maken met de watertap en even de informatie hier te lezen. En verder in het nieuws vandaag, de eerste maand als burgemeester van Mook en Middelaar zit erop. Wat vindt Inge van Dijk van haar nieuwe baan? Het dorp Plasmolen is natuurlijk bij uitstek geschikt voor een heerlijke fietstocht of wandeling. Om dit toerisme nog meer te stimuleren en ook de trekpleisters onder de aandacht te brengen, is vandaag een nieuwe informatievoorziening geopend. Langs de pas vernieuwde N271 ligt nu een keurige parkeerplaats met 3 informatiepanelen waar alle ins en outs te vinden zijn. Goedemorgen allemaal. De Pleisterplaats is bedoeld om fietsen en wandelen aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. De N271 blijft een provinciale weg, maar de verkeersveiligheid is wel in het ontwerp meegenomen. Zo zijn er duidelijke verkeersplekken gecreëerd waar men kan oversteken. Voor fietsers, voetgangers, in combinatie met de bushalte hier ook, dat de reizigers van de bus gewoon veilig naar de bushalte kunnen komen. Dus dat is allemaal verbeterd ten opzichte van wat het was. Het is nooit perfect en je hebt altijd risico's, dus je moet altijd opletten in het verkeer. Maar in dit geval zijn we er echt van overtuigd dat we een verbetering hebben. De N271 bestond eerst uit 1 grote straat waar oversteken niet gemakkelijk was. Nu met de aanleg van de Pleisterplaats en verbouwingen naar N271 is deze meer toegankelijk voor voetgangers en fietsers. En nu hebben we juist tussen de 2 rijbanen ook een moment ingebouwd dat je even kunt blijven staan, veilig kunt naar links en naar rechts en kijken of je kunt oversteken. Als er gekeken wordt naar de economische waarde, dan is de horeca en het toerisme in Plasmolen heel belangrijk voor haar inwoners en de kwaliteit van het gebied. We moeten er wel voor waken dat we niet overstromen met toerisme, maar dat we juist de kwaliteit waarborgen. En die slag doen we nu ook met de Pleisterplaats, samen met de ondernemers hier ook de informatieborden geplaatst, dus een hele mooie stap samen. Op de nieuwe informatieborden die op Pleisterplaats Plasmolen staan is te zien wat zich in het gebied bevindt, maar ook wat de geschiedenis is van het gebied. Kijk naar de Sint Jansberg, kijk naar de Mokerplas, dat zijn allemaal zaken die we hier mooi kunnen zien. Je kunt zien dat er hier wandelroutes zijn op de Sint Jansberg, dus ga vooral genieten in dit gebied is de boodschap. Naast een opening besloot de gemeente ook een ludieke draai te geven aan de onthulling van de borden en fietsroutes. In Limburg zijn we bezig met de verkeersveiligheid rondom fietsen echt onder de aandacht te brengen. En hoe kan dat beter dan met een mooie fietsbel? Nou, daar hebben we nu die gratis fietsbellenactie die we nu uitdelen. Maar we laten ook zien dat je met de fiets veel beter op pad kunt gaan. En daarom hebben we op 3 augustus ook een fietstassen-challenge. Om te kijken van hoeveel boodschappen kunnen in de fietstas. Ondanks bezwaren van omwonenden en de fractie Wiegen lokaal mag het college van Wiegen toch verder met het realiseren van het Tussenthuis. Het gemeentebestuur wil statushouders tijdelijk gaan huisvesten in voormalige zorggebouwen aan de Graafse Weg tot ze een woning krijgen toegewezen. Dit zogenoemde Tussenthuis moet 3 jaar lang onderdak bieden aan steeds 30 statushouders die er maximaal een jaar verblijven. In dat jaar zoekt Talis een passende huurwoning voor ze in de gemeente. De gemeente Beuningen zit duidelijk onder het landelijk gemiddelde van leerlingen die langdurig schoolverzuim plegen. Het gaat in Beuningen om 18 leerlingen per 1000 leerplichtigen tegen 28 in heel Nederland. Deze zogeheten thuiszitters gaan al 4 weken niet naar school zonder een geldige reden of staan al langer dan 4 weken niet ingeschreven bij een school. Dit blijkt uit antwoorden van wethouder Alwin Steeg van Onderwijs op vragen van de raadsfractie van de VVD. Het schoolverzuim heeft meerdere oorzaken. Meer hierover vind je op rn7.nl. Nijmeegse gemeenteambtenaren pakten in 2022 voor hun werk niet 1 keer het vliegtuig, blijkt uit onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur. Daarmee maakt Nijmegen zijn naam als groene gemeente helemaal waar, in tegenstelling tot Amsterdam. Daar namen ambtenaren massaal het vliegtuig, zelfs voor korte vluchten naar Brussel of Londen. De gemeente Nijmegen boekte geen enkel vliegticket. Daar offeren ambtenaren zelfs vrije dagen op om met de trein naar conferenties in Estland te reizen, zegt het Binnenlands Bestuur. Een maand geleden is burgemeester Inge van Dijk beëdigd in de gemeente Mook en Middelaar. Een lang gekoesterde droom die nu werkelijkheid is geworden. De eerste ontmoetingen met de inwoners zijn geweest en de burgemeester merkt nu al de Limburgse gastvrijheid. Inge van Dijk is geboren en getogen in het zuiden van Limburg, maar woont inmiddels al 20 jaar in Nijmegen. De perfecte combinatie voor de gemeente Mook en Middelaar. Een kleine gemeente gericht op Nijmegen, maar met een Limburgse mentaliteit. De eerste maand als burgemeester zit erop en het bevalt goed. Ik had van tevoren gehoopt dat het een hele fijne, hartelijke en warme gemeente zou zijn. En die hoop is overtroffen. Het is zo fijn. En het is op het Midzomernachtfestival 2 weken geleden vroegen heel veel mensen mij natuurlijk hoe bevalt het. En toen zei ik ook, ik kan het eigenlijk niet zo goed omschrijven. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje in Limburg. Ik ben vervolgens in Nijmegen gaan studeren. Een man uit Groesbeek tegengekomen, niet meer weggegaan daar. Dus 20 jaar nu in die stad gewoond. En nu terug zijn in een dorp, dat voelt als thuiskomen. En ik weet niet zo goed hoe dat gevoel te beschrijven. Maar het is een soort hartelijkheid, naar elkaar omkijken, er voor elkaar zijn. Dat voelt heel fijn en dat voelt heel goed. Het burgemeesterschap is een droom die uitkomt voor Van Dijk. Ze wil als burgemeester zorgen voor verbinding en gelijke kansen voor iedereen. En als klein meisje had ik al door dat de perfecte positie daarvoor als burgemeester bent. Want als je iets bent als burgemeester, vind ik, is het die verbinder. Die persoon die ervoor zorgt dat iedereen met elkaar in gesprek blijft. En niet met de rug tegen elkaar komt te staan. De gemeente is dan wel het noordelijkste puntje van de provincie. Toch voelt het als thuiskomen. Nou, ik heb ook gezegd, als ik ooit ergens burgemeester word, dan wil ik dat in Limburg zijn. Want ik ben opgegroeid, geboren en getogen in Zuid-Limburg inderdaad. De buurt van Heerlen. Limburg is gewoon waar mijn hart ligt. Mensen vragen wel eens, ben je dan Nederlander of Hollander? En dan zeg ik, nou, ik ben sowieso geen Hollander, daar gaat het al niet goed. Ik ben Nederlander, maar eigenlijk ben ik gewoon in de eerste plaats Limburger. Daar ligt mijn hart. Het herfstachtige weerbeeld van vandaag ligt inmiddels grotendeels achter ons. Vanavond blijft het grotendeels droog en zien we ook de zon nog even. Morgen start de donderdag nog met enkele buien, maar later op de dag wordt het droog en is er een mix van zon en stapelwolken. En dat alles bij een graad of 19, dus iets warmer dan vandaag. De dagen erna blijft het wat wisselvallig. Vrijdag is het voor een groot deel droog, maar is een enkele bui niet uitgesloten. Zaterdag start nog met een regenachtige ochtend, maar de tweede helft van de dag is het droog en loopt het kwik op naar zo'n 21 graden. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 3 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7-app. Morgen zijn we uiteraard weer, dus graag tot dan.